Ik denk, Bram, dat dit een terechte en meer dan verdiende overwinning is. Ja, dat denk ik ook. Het is, we hebben vandaag denk ik gewoon beter voetbal dan de tegenstander. En ja, denk ik verdiend gewonnen. En het is een hele lekkere dit vlak voor de laatste wedstrijd voor de winterstop. Was wel nodig ook, hè? Ja, het was echt... ja, Marcel zei het al voor de wedstrijd, dit is gewoon een finale. En als je hem wint, ga je heel lekker de winterstop in. En ja, dat begint ook gewoon wat lekkerder. Want het ligt eraan wat de concurrenten hebben gedaan. Maar we konden twee plekken stijgen, dus... ik weet nog niet wat ze anderen hebben gedaan, maar in ieder geval lekker 3 punten. Wat jezelf betreft, je bent bijna wekelijks een van de betere bij HBS. Dat valt ook andere clubs op. Al wat gehoord van andere clubs? Ik heb nog helemaal niks gehoord. Iedereen vraagt het elke week, maar ik heb nog niks gehoord. Dus, het is nog een half seizoen en ik ben gewoon van plan om te blijven bij HBS. Dus, dus de vraag, zou je het willen naar een andere club, hoef ik het niet te stellen? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ga daar nog geen antwoord op geven. Zo hou ik dat. Het is nog een mooi seizoen voor de boeg. Zorgen dat we erin blijven en dan is de kans heel groot ook blijven. Dus jouw intentie is om gewoon hier te blijven? Mijn intentie is om te blijven. Ik hoop niet dat we hoofdklasse gaan spelen. Dat zou ik wel jammer vinden. Wordt het verhaal dan anders? Ja, dat zou wel een reden kunnen zijn om te twijfelen. Maar op dit moment is mijn intentie om gewoon bij HBS te blijven. Gefeliciteerd en wat ga je doen met de kerst? Ik ga vrijdag naar Düsseldorf 2 nachten met mijn vriendin. En daarna gewoon gezellig met familie eten. Lekker genieten van de winterstop, 2 weekjes en dan naar Sevilla. En vanavond ook even genieten van die 3 punten. Geniet ervan, jongen. Dankjewel.